Ik ben Maarten Bartel, Business Manager Duurzame Energie bij Groningen Seaports. We staan hier bij het zonnepark Sunport in Delfzijl. Dit zonnepark produceert groene stroom als de zon schijnt en levert deze groene stroom aan het datacenter in Google. Sunport Delfzijl was tot voor kort het grootste zonnepark van Nederland. Het park is 30 megawatt groot en staat op ongeveer 30 hectare. En het bestaat uit 110.000 panelen die in een oost-west-opstelling als dakjes gebouwd zijn. De reden dat voor Delfzijl gekozen is, dat Delfzijl een knooppunt is van energie in Nederland. Daarom was het een van de eerste grote zonneparken die gebouwd werd. We staan hier bij het windpark van Eneco op de Schermdijk, wat een prachtig voorbeeld is van hoe lokale energie, lokale groene energie, gebruikt kan worden door het bedrijfsleven. De windturbines die hier achter mij staan, die leveren namelijk groene stroom aan de datacenter van Google. En in het datacenter van Google, daar draaien onze YouTube-filmpjes, daar draaien onze Gmail-accounts. En daar werken ook weer heel veel lokale bedrijven in de servers van Google. En daarom is het zo belangrijk dat we de lokale groene stroom die in dit gebied wordt opgewekt, lokaal blijven inzetten. Nu is het nog een grasveld, maar volgend jaar staan hier zo'n 70.000 zonnepanelen. Het is een project dat Groningen Seaport zelf ontwikkelt. Dat doen we samen met Weersol en Eneco. Dat zijn twee commerciële ontwikkelaars. En daarnaast doen we het ook met bronnen van ons. Dat is een lokale participatiemaatschappij die gezamenlijk met drie commerciële partijen in dit gebied een zonnepark gaat bouwen. En daarmee wordt dit park dus gerealiseerd voor de helft door lokale partijen. Door burgers, door de industrie die samenwerken met commerciële partijen om hier echt het gebied te vergroenen. We hopen dat in het komende jaar te gaan realiseren en dat hier in 2021 een prachtig mooi zonnepark komt te staan.